Zo, welkom allemaal bij de laatste Teams meeting van 2020. Zoals we al hebben aangegeven, laten we gewoon vandaag iedereen die wilde met een leuke anekdote over de laatste, over de laatste tijd, vooral de coronaperiode. Daar hebben we natuurlijk al onze uitdagingen in gehad, zo in ons werkveld. En we hebben vandaag zes sprekers. We beginnen zometeen met Hugo ter Avest. Hij is van het Hannemahuis in Harlingen. Hij zal iets vertellen over hoe het in de zomer is gegaan al daar. Dan zal Eefje van der Weijden vertellen over de tentoonstelling in het Rijksmuseum. Iris Kost zal iets vertellen over hoe het Rembrandthuis is vergaan de afgelopen tijd. Annette Kozijn, ook van het Rijksmuseum. Zal ook iets vertellen over een tentoonstelling. En Hanneke Kik van het Rijksmuseum voor Oudheden, die zal iets vertellen over een reizende tentoonstelling. Dat is vergaan. En dan zal Sander van Koninklijke Verzamelingen, als ik het goed zeg, iets vertellen over onze nieuwe Nederlandse Bachelorgroep website. En die zal ik dus ook laten zien. Dus daar zijn we heel blij mee. En dus dat lijkt ons wel een leuke afsluiter voor vandaag. Maar dan geef ik bij deze nu eerst het woord aan Hugo ter Avest. Hugo, kom er maar in. Ja, dankjewel Ilse en dank voor de uitnodiging ook. Ik zal iets vertellen over de tentoonstelling Koele Wateren, die afgelopen zomer tot 25 oktober bij ons te zien was. Dat is één uit een serie van vier die door vijf Nederlandse stadsmusea wordt georganiseerd in samenwerking met het Rijksmuseum. Dus wij mogen als wat kleinere musea putten uit de rijke collectie van het Rijksmuseum, waarvoor dank Eefje en Wendela. En wat wel aardig is, de tentoonstelling is bij ons wonderbaarlijk goed verlopen. Er zijn veel collega's waarvan ik hoor dat het slecht loopt in het museum. Bij ons is het tegendeel het geval. En hoe komt dat nou? In de eerste plaats natuurlijk een mooie tentoonstelling met goede publiciteit. We hebben spotjes op Radio 4 en Radio 1 gehad en dat leverde mensen uit heel Nederland op. Je merkte dat door de lockdown, de tentoonstelling ging 4 juli op, juli, zou Grapperhuis zeggen. En dat was ruim een maand nadat de lockdown voorbij was en mensen durfden weer wat. En dat hebben we gewerkt. Bovendien zijn veel reizen naar het buitenland geannuleerd, waardoor het grootste deel van de natie in Nederland op vakantie ging. En als je dan op de coronakaart keek van de zomer, dan kwamen de drie noordelijke provincies er redelijk genadig vanaf. En dat betekende dat mensen uit andere regio's die dit jaar niet naar Frankrijk of Turkije konden, onder andere naar Friesland kwamen en daarbij ook Harlingen aandeden, waar het Hannemahuis staat. Dat is een stukje boven de Afsluitdijk voor de mensen die geografisch minder onderlegd zijn. En dus die optelsom van goede publiciteit, goede tentoonstelling en een relatief veilig gebied, dat heeft ons geen windeieren gelegd. Normaal gesproken trekken wij in de periode, hij is 3,5 maand te zien geweest, tussen de 5.000 en de 6.000 bezoekers. En we hebben nu ruim 8.200 gehad. En daar moesten we ook, net als iedereen, de maatregelen hanteren dat er maximaal 30 mensen in het gebouw konden. Er werd ook al op scherm toegezien. Ook wij hadden pijlen, zoals iedere goede middenstander, zou ik maar zeggen. Dus dat heeft eigenlijk tot een goed verloop van de tentoonstelling geleid. En heel enthousiaste reacties. En we hebben geen enkel incident gehad. En dat is natuurlijk heel plezierig. Er zijn ook geen mensen die bij ons klachten hebben gekregen. We hadden, dat is toch wel grappig om te zeggen, dat het een coronakooi. Er moest in de zaal waar de schilderijen hingen, moest ook fysiek toezicht zijn. En daar hebben we een van stijgenbuis, een coronakooi met plexiglas eromheen gebouwd, waar onze vrijwilligers die toezicht verzorgden in konden zitten. Sommigen die voelden zich net prostituee als ze daarin zaten. Er was ook nog een rood stoeltje. Maar goed, het is allemaal goed afgelopen. En op die manier konden we toch al wel doorgang laten vinden. En bij het in- en uitpakken was het ook nog eventjes wat extra
Of improviseren, maar inmiddels zijn we gewend aan mondkapjes en dat soort dingen. Dus ook de mannen van het transportbedrijf van Imming en de medewerkers van het Rijksmuseum en ikzelf liepen met mondkapjes rond tijdens het inpakken. Maar goed, sinds vandaag is dat in elk Nederlands gebouw verplicht, dus dat hebben we toen ook al. En dat is allemaal goed verlopen, dus dat is een beetje wat ik te melden heb. Ja, dat alle verwachtingen voldoet. Het is goed te horen, Hugo. Ja. Ik weet niet of er, want ik zie een vraag ook binnenkomen. Ik weet niet of jij die wil stellen. Ja hoor, als vraagsteller extraordinair. Waren de bezoekers aantallen gelijk aan normaal of ook hoger dan normaal? Beduidend hoger. Ongeveer 3000 hoger. En dat is, procentgewijs is dat 30% hoger ongeveer. Of 25%. Dus dat is echt substantieel meer. En wat wij normaal ook niet hebben, is dat mensen uit heel Nederland gericht voor de tentoonstelling naar Harlingen kwamen. Normaal heb je zoveel, dat was nog vergeten te zeggen. Normaal heb je allerlei evenementen en tentoonstellingen elders die ook de aandacht opeisen. En dat was nu door heel Nederland veel minder. En daar zijn wij wel bij gevaren. En waren er klachten over de drukte van bezoekers? Nee, want we hadden maximaal 30 bezoekers in huis. Ja. En ook per zaal hadden we het gelimiteerd. Dus de twee zalen waar de tentoonstelling te zien was, mochten er maximaal 8 in. En daar werd ook door onze vrijwilligers toezicht op gehouden dat dat gehandhaafd werd. Mooi. Op een hele vriendelijke manier. Vanzelfsprekend. Toen het één keer uit de hand dreigde te lopen en er een hele rij zich ophoopte voor de tentoonstelling. De tentoonstelling heette al hele koele wateren, zoals ik al zei. Toen ben ik zelf met een blad met glaasjes water langs de bezoekers die stonden te wachten gegaan. En ik heb gezegd van, dames en heren, u staat te wachten voor koele water. Mag ik een glaasje koel water aanbieden? En dat viel bijzonder in de smaak. Er werd nog uren over nagepraat bij wijze van spreken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus dat mensen, ik heb nog nooit een glaasje water in het museum gehad. Alsof het heel bijzonder was. Maar ter geruststelling, dat was allemaal buiten de zaal. Dus Dus. Mooi. Ja, goed. Ja, we hebben het inderdaad als Fries Museum ook drukker gehad dan vorige zomer in ieder geval. Ja. Dus het was inderdaad te merken dat mensen naar het noorden kwamen. Voor. Zeker. Ja. Nou, bedankt Hugo. Leuk om dit zo te horen. Dan wil ik graag het woord geven aan Eefje. Uitdoen en gewoon als het lukt. Ja. Eefje, ben je aanwezig? Ja. Ja. Ik had mijn microfoon nog uitstaan. Ah, oké. Okay. Ja, dan wordt het lastig. Na een half jaar videobellen. Maar goed. Hoi allemaal. Fijn dat ik ook weer iets mag komen vertellen in deze fijne groep. We hebben gekeken wat is nou een leuke of een goede anekdote vanuit het afgelopen half jaar. We hebben gekozen voor een transport of een bruikleen aan een museum in Amerika. Er is natuurlijk heel veel afgelopen tijd virtueel gecoureerd. We weten allemaal waarom dat was. We zijn vanuit het Rijksmuseum hebben eigenlijk een beetje een verschuiving meegemaakt van alles koerieren naar koerieren tenzij naar in deze nieuwe situatie het virtueel koerieren. Dus voor ons was het een hele leerzame periode en ik denk voor jullie allemaal ook wel. Hele nieuwe ervaringen opgedaan. Er zijn ook heel veel bruiklenen verplaatst of verlengd of uitgesteld. Dat is ook bij ons de praktijk van de dag en nog steeds. Eigenlijk. En een bijzondere categorie bij onze uitgaande bruiklenen zijn de tegenbruiklenen. Want wij maken natuurlijk ook onze eigen tentoonstellingen. En om daar juist de mooiste bruiklenen voor te krijgen, moeten wij zelf ook wel eens over ons hart strijken en onze dierbare topstukken van de eregalerij wegsturen. En zo hadden wij al een hele tijd geleden het zelfportret van Rembrandt op jonge leeftijd toegezegd aan een museum in Amerika. Omdat wij van hen weer een heel mooi werk mochten lenen voor onze eigen Rembrandt Velázquez tentoonstelling vorig jaar. En die toezegging die stond
voor corona. En die toezegging die bleef staan tijdens corona. En we waren aan het kijken of dit object, dit schilderij, in de zomer van 2020, afgelopen zomer, zou kunnen reizen naar Amerika. Maar ja, door alle beperkingen in het vliegverkeer, de situatie in de VS die buitengewoon zorgelijk was, alles door corona, waren het allemaal factoren die ons niet echt meezaten. Maar we hadden dat wel toegezegd en beloofd. Dus voor de wederkerigheid was het wel heel erg belangrijk om dat object toch weg te sturen. Maar dus de maanden verstreken, het zou eerst in juni gaan, in juli, augustus, september, oktober. Uiteindelijk is het inderdaad oktober gegaan, want het leek ons ook wel heel goed. Wij hebben in tegenstelling tot het Hannemahuis procentueel veel minder bezoekers. Dus wij dachten, het is ook wel goed om dat soort werken nu juist wel op een andere plek te laten zien, want dan bereik je toch dat publiek die het nu niet kan bezoeken. Dus in oktober is het vertrokken, onze Rembrandt op jonge leeftijd. Maar goed, toen kwam natuurlijk wel het sentiment een beetje bovendrijven. Want waarom en hoe stuur je nou zo'n werk zonder koerier op reis? Iets wat voor corona echt onvoorstelbaar was, werd ineens toch realiteit. Dus we hebben echt heel veel, risico's afgewogen van wat betekent het, wie begeleidt het, wie doet het transport, wat gebeurt er allemaal onderweg, wat kan er gebeuren. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen dat het hier in Nederland tot palletopbouw werd begeleid door Wendela. Dus die is meegegaan met het werk naar Schiphol, was bij palletopbouw aanwezig. In Amerika is het opgevangen door een koerier van de bruikleennemer. Dus we hebben gewoon iemand van onze collega's daar gevraagd om het te begeleiden naar het museum toe. We hebben nog natuurlijk ook de installatie bijgewoond. Dat heeft Cindy gedaan, Cindy van Welen, onze collega, die heeft dat helemaal begeleid. En Cindy die mag heel graag mooie filmpjes maken en dat heeft ze ook dit keer gedaan. Het is eigenlijk alleen voor deze groep bedoeld, maar we delen het wel heel graag met jullie. Dus ik wil jullie graag een filmpje laten zien van hoe dit bruikleen heeft plaatsgevonden. Dus ik vraag nu aan Cindy of zij erin wil komen en het filmpje zou willen starten. Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Het voelt wel verbonden, moet ik zeggen, met jullie. En Eefje en ik doen wel eens vaker een duo optreden, maar dan hebben we er meestal twee ukuleles bij. Maar dat kunnen we ook nog een keer doen. Maar nu gaan we naar het filmpje toe. Mag ik wel mee opgenomen worden dan, dit filmpje, voor YouTube? Ja, goeie vraag. Ik heb hem zoveel mogelijk gedepersonificeerd. Ja. En we hebben vanochtend, toen we dachten, gaan we het doen of niet, hebben we toestemming gevraagd. Maar Amerika wordt op dit moment pas wakker, dus we gaan het strikt genomen nu doen. In de hoop dat het wordt goedgekeurd, dit filmpje. Maar zoals gezegd, het is de bedoeling dat dit onder ons blijft. Oké, nou ja, Bokke zegt dat we hem wel kunnen uitknippen eventueel. Dus dan moeten we... Dat zou een hele goede oplossing zijn. Daar zijn we weer. Thanks, C. Ja. Nou jongens, hele fijne decembermaand. Zijn er vragen? Of, Ja, is het leuk dit filmpje. V, hebben we nog vragen? Nee, we hebben geen vragen. Oké. Okay. Nou jongens, houd moed allemaal, hè? Dankjewel. Dag allemaal. Oh, er komt toch nog een vraagje binnen. Van wie is de muziek, wordt er gevraagd. Ja, dat weet de producent. C? Ja, het is Iers. Ik zet het even op de chat, want ik kan zoiets ook niet uitspreken. Leuk. Het is wel heel catchy, hè? Ja. Absoluut. Nou, bedankt. Dan gaan we nu over naar Iris. Iris Kost. Ja, daar ben ik. Goedemiddag. Voor nu over iets heel anders. Ik ga iets vertellen over de reorganisatie bij ons museum en wat dat voor mij als register daarvoor gevolgen heeft. Ik werk dus bij Museum het Rembrandthuis. Ik was daar aangesteld voor 24 uur en ben daar de enige register. Dat betekent dat ik 2 dagen eigenlijk
officieel aan de tentoonstellingen zou werken en dan één dag overige taken. Dus denk aan ook collectiebeheer, inlijst, conditierapportages, dat soort zaken doe ik er dan bij. Toen kwam corona. Toen gingen allereerst alle onze externen eruit. Dus we hadden bedrijf Helicon hadden we gehuurd om onze collectie schoon te maken. En zij kwamen elke twee weken, dus best met regelmaat, en maakten dan een plukje collectie schoon. En zij deden ook onze insectencontrole. Nou, zij werden eigenlijk, dat contract werd tijdelijk stopgezet. Daarbij hadden we nog een dame die bij onze collectieontsluiting aan het organiseren was. Dus die was alles in het depot aan het controleren, foto's erbij aan het maken, standplaatsen aan het controleren, dat soort zaken. Dus om ervoor te zorgen dat we straks eigenlijk 100% van de collectie in adlib hebben. Dat is nu nog niet helemaal het geval. Nou ja, dus dat ging allemaal hartstikke lekker. En toen kwam dus corona en gingen we reorganiseren, die contracten gingen. En wij kregen allemaal te horen dat een deel van ons personeel werd ontslagen. En een ander deel, die kregen minder uren. Dus voor mij concreet betekent dat nu dat ik per 1 januari terugga naar 18 uur in plaats van 24 uur. En daarbij heb ik dus die schoonmaak erbij gekregen en die collectieontsluiting. Dus nu op dit moment heb ik nog 24 uur en probeer ik dus eigenlijk alles te doen. Dat lukt wonderwel goed. Dat moet ik natuurlijk niet hardop zeggen. Want dan denkt iedereen, dat is dan dus geen probleem dat er geen externen meer werken. Zo is het niet. Het is niet zo dat ik daar veel tijd voor heb, maar ik probeer alle open gaatjes nog te vullen met werkzaamheden die nog even tussendoor kunnen. Dus het gaat redelijk, hou ik de ballen omhoog. Maar per 1 januari natuurlijk niet meer, met 18 uur. Dus nu hebben wij intern besloten, zeg maar, dat iedereen nu gaat kijken naar welke taken doe je. Nou, het is best een hele lijst. Hè. Wij als register doen natuurlijk best heel veel verschillende taken. En zeker als je dan ook collectiebeheer erbij doet. En daar moet ik dus nu persoonlijk gaan bedenken, wat is nu belangrijk en urgent? En wat is belangrijk en niet zo urgent? En die twee groepen, die moet ik eigenlijk dan straks gaan inplannen. En alles wat dus eigenlijk niet zo belangrijk is, zou dan af moeten vallen. Wat met collectie best heel complex is. Omdat natuurlijk, schoonmaak van collectie is ook heel erg belangrijk. Maar dat is toch iets wat je makkelijker opschuift dan bijvoorbeeld die bruikleen die je aan het organiseren bent. Dus ik merk dat dat nu eigenlijk ook heel veel duidelijkheid schept over je functie. Dus ik raad het eigenlijk iedereen aan die niet achteruit gaat in zijn uren. Om eens te kijken, wat doe ik nou eigenlijk allemaal precies? En zijn er dingen die eventueel anders georganiseerd kunnen worden? Zijn er dingen die misschien door vrijwilligers gedaan zou kunnen worden? En op die manier probeer ik dus mijn functie wat meer lucht te geven om het straks binnen 18 uur te gaan redden. Ook wel veel nadelen natuurlijk. Maar goed, ik zie er ook wel een positieve kant aan. En wat ik ook heel erg een positieve kant vind, toch ook van dat we allemaal wat in financiën achteruit gaan, is dat ik werkte hiervoor bij Helicon. En daar heb ik altijd geleerd om projecten te draaien met weinig budget, waar vaak musea met minder budget die toch wat grote resultaten wilden halen. Dus hoe bereik je nou eigenlijk met wat minder geld toch dezelfde resultaten als die we nu halen met meer budget? Dus ik vind dat eigenlijk wel een soort voordeel ook van deze coronacrisis. Dat we met z'n allen eens wat verder moeten kijken op waar geven we nou geld aan uit? En kan dat op een andere manier? En moeten al die transporten wel? En moeten al die hele hoge verzekeringen wel? En hoe kunnen we daar eigenlijk op een flexibele manier, maar toch een veilige manier mee omgaan? Dus ik moet zeggen, ik vind dat ook wel een verfrissende nieuwe manier om weer even naar onze baan te kijken. Nou, dat wou ik erover vertellen. Ik weet niet of er nog een vraag is. Volgens mij zijn er zeker wel wat vragen. Of in ieder geval heel erg bedankt, want dit is natuurlijk niet altijd leuk om dit soort dingen te vertellen. Maar het hoort er wel bij. Dat wilden we vandaag eigenlijk ook wel laten zien of laten horen. Dus bedankt, Iris. Fee, volgens mij zijn er wat reacties en vragen. Ja, vanuit Ingrid krijg je respect. En vanuit Tanja de Boer ook. En vanuit mij natuurlijk ook. Wopke vraagt, is er ook veel gewijzigd in het tentoonstellingsprogramma, waardoor het misschien wat lucht geeft? Ja, dat sowieso. We hadden zeg maar, voor dit jaar hadden we twee grote internationale tentoonstellingen staan. En er is er eentje verschoven naar volgend jaar. Dat lijkt lucht te geven. Maar is niet helemaal zo. Want we hebben nu eigen collectie in de tentoonstelling. Maar ook
We hebben nu van het Mauritshuis hebben we een deel van de tentoonstelling Hallo Rembrandt gaan we nu presenteren. Nou, daar hoef ik helemaal niks aan te doen. Maar we hebben ook een fototentoonstelling. Nou hoef ik aan die fotobestellingen en dat soort zaken niks te regelen. Dat doet onze projectleider. Maar ik ben wel dan de arthandler bijvoorbeeld. Dus wat ik wel ga doen is, ik heb alle de bouwtekening gemaakt, helemaal op schaal. En ik moet het ook op gaan hangen. Dus ik doe ook de arthandling, ik doe het uitmeten, ik doe het boren. Dus ja. Aan de ene kant win ik tijd. Maar aan de andere kant, omdat we nu alles eigenlijk zelf doen, moet ik daar juist weer meer voor doen. Dan wat ik normaal uit zou besteden. Dus ja, ik weet niet. Die eigen tentoonstellingen leveren me uiteindelijk niet heel veel tijdswinst op. Alleen echt aan de bruikleinkant. Dat natuurlijk de papierwinkel is veel is minimaal. Dat scheelt. Ja. Ja. Dus minder administratief, maar meer op de vloer eigenlijk. Ja. Is er een kans dat er straks weer uitbreiding kan komen? Of dat je van jouw uren of van andermans uren, of dat je meer kan gaan inhuren? Nou, dat is sowieso wel de doelstelling. Dat eerst moeten we weer de buffers op gaan bouwen. Want ja, we hadden best een budget ook om te gaan verbouwen. Nou ja, dat budget dat wordt gewoon opgesoupeerd. We willen toch nog wel een deel verbouwen. Er zit ook een bepaalde noodzaak achter. Dus het idee is eerst om weer wat vet op de botten te krijgen. Dus dat gaat niet in personeel. En als er dan weer kansen zijn om personeel weer meer uren te gaan geven, dan is de bedoeling om uit te gaan breiden. Maar dat is natuurlijk best lastig, want alle personeel is een uren achteruit. Ja, wie ga je dan als eerste uren geven? Dus dat is nog best wel een puntje. Maar goed, daar ga ik gelukkig niet over. En ik hoop natuurlijk wel heel hard dat ik een beetje vooraan sta, omdat ik zoveel verschillende dingen organiseer. Ja. Ja, krijg je een beetje steun van je leidinggevende erin? Jazeker, ja. Ja, wat voor steun kan je krijgen? Weet je, het is gewoon, ja, we moeten het zo doen. En hij had echt dat idee om alle taken in kaart te brengen. Dus dat hebben we gedaan. En dat blijkt dus echt als afdeling echt veel te zijn. Ook met de conservatorentaken erbij. Dat zijn echt heel veel taken krijg je dan. Ja, nu is het nog even zaak om door te gaan pakken van wat gaan we wel en wat gaan we niet doen. En dat is natuurlijk best ingewikkeld. En daar is hij natuurlijk eigenlijk eindverantwoordelijk voor. Dus daar leun ik echt op hem. Dus nou, dat gaan we zien. Dan gaan we morgen gaan we daarmee starten met die eindbeslissingen. Ja, nou ja, ja, als je maar gehoord wordt, denk ik, is het belangrijkste. Ja, dat zeker, ja. Ja. Nou ja, je weet denk ik ook dat als er hulp nodig is, dat we beschikbaar zijn. En ik hoop dat de andere registrars dat ook doen. Het is uiteindelijk maar een klein clubje collega's met elkaar. Nee, iedereen die ik bel, die is altijd lief en werkt mee. En sommigen meer dan anderen. Dus nou, fantastisch. Ja, nee, heel fijn. Dat waren de vragen. Succes, Iris. Dankjewel, Iris. Dan wil ik graag nu het woord geven aan Annette. Yes, even van mute afgehaald. Nou, leuk om jullie te zien sowieso en even iets te kunnen vertellen over waar ik vooral mee bezig ben. En dat is de voorbereidingen voor de slavernijtentoonstelling die februari open gaat. Ja, we zitten natuurlijk in de coronatijd, maar het lijkt af en toe door alle hectiek en drukte dat, ja, dat het alles weer gewoon business as usual is. Maar dat is het natuurlijk niet. En daarom heb ik eigenlijk een paar voorbeeldjes die ik graag even met jullie wil delen. Dus ik ga even mijn scherm delen nu. Want het leek mij leuk om even aan de hand van wat foto's en wat beeldmateriaal jullie wat meer te vertellen hierover. Ja, de slavernijtentoonstelling die had er dus eigenlijk al moeten staan. Maar hij is nu uitgesteld naar februari van volgend jaar. Dus dat gaf gelukkig wat lucht. En met een aantal van jullie ben ik ook al geruime tijd in contact. Omdat we ook stukken in bruikleen krijgen van jullie. Dus nou, dat is hartstikke fijn. Eigenlijk kan dat best wel doorgaan allemaal. Er zijn nog wel wat dingen onzeker. Maar ik heb hier even in deze slide, om te beginnen, de kern van waar de tentoonstelling nou eigenlijk over gaat neergezet. Ik zal het niet helemaal gaan voorlezen, maar de tentoonstelling of de slavernijverleden van Nederland wordt eigenlijk aan de hand van 10 persoonlijke verhalen verteld straks. En dat zijn waargebeurde verhalen en vanuit verschillende perspectieven. Dus dat, dat kan zijn vanuit een slaafgemaakte, maar ook mensen die hebben geprofiteerd van de slavernij. Slavenhouders. En om dat verhaal of die verhalen te kunnen vertellen,
krijgen we een aantal objecten in bruikleen en hebben we ook objecten uit de eigen collectie die we daarvoor willen gebruiken. En we hebben in totaal 45 bruikleengevers voor deze tentoonstelling. 120 objecten uit 11 landen afkomstig. Nou, gelukkig komt het overgrote deel vanuit de Nederlandse collecties. Dus dat is dan in ieder geval toch een gelukje in deze tijd. Maar dit zijn de landen waar een aantal objecten vandaan komen. En ik heb twee voorbeelden die ik graag even wil delen over hoe we daar nu in de gegaan zijn en ja, beperkingen waar we mee te maken hebben. Allereerst krijgen we 23 bruiklenen uit het Nationaal Archief. En dat zijn allerlei verschillende soorten objecten. Dus dat zijn katernen, ingebonden archiefstukken, losse brieven, kaarten. Ja, noem het maar op. En het is natuurlijk belangrijk om te weten en af te stemmen met de bruiklengever hoe we die willen gaan tonen. En ja, wat onze wensen zijn vanuit de vormgeving, vanuit conservatoren. En in goed overleg met de bruiklengever af te stemmen of dat allemaal wel kan wat wij willen. Dus dat heeft ertoe geleid dat we heel veel vragen hadden aan het Nationaal Archief. En deze allemaal beantwoord moesten zien te krijgen. Maar ja, instellingen waren natuurlijk ook even op slot. Dus in het geval van het Nationaal Archief met zoveel objecten wil je die objecten gewoon eigenlijk toch even in het echt bekijken. En alles nameten en kijken, nou ja, als het een archiefstuk is dat ingebonden is, we willen het open tonen op welke pagina, hoe groot wordt het dan. Zijn er dus heel veel vragen waar je een antwoord op wilt krijgen. En eind september kon ik daar gelukkig langs gaan met een van onze restauratoren. Dus in het atelier van het Nationaal Archief met twee restauratoren van het Nationaal Archief zelf hebben we eigenlijk alle objecten dus besproken. En ja, konden we op 1,5 meter afstand van elkaar dus steeds even goed de objecten bekijken en afspraken maken ook over wie wat ging doen, want Nationaal Archief levert zelf alle objectsteunen mee en zij lijsten ook de objecten in. Dus dat is voor ons heel erg fijn, want dat scheelt heel veel tijd. En konden we het gelijk allemaal met elkaar afstemmen. Maar het was dus wel belangrijk dat ik van tevoren precies wist wat wij wilden gaan laten zien. Het had heel fijn geweest als ook de conservator mee kon gaan, maar vanwege de coronabeperkingen konden we maar met twee personen langs gaan. Dus dat was heel belangrijk dat ik dat van tevoren helemaal duidelijk had. En nou ja, naderhand kon ik weer met allerlei feedback ook terug naar de conservatoren. Daar hebben we nog wat beslissingen kunnen nemen. En kon het Nationaal Archief verder aan de slag met de voorbereidingen. En konden wij de vitrines gaan laten bouwen. Want het is natuurlijk wel belangrijk en fijn dat als je een object leent, dat je ook zeker weet dat het wel gaat passen. Dus nou, dat was wel een heel groot geluk dat we daar langs konden gaan. En een week later, want ik zei net wel, het Nationaal Archief kon er aan de slag. Maar een week later kwam de tweede lockdown eigenlijk. Dus toen ging alles weer op slot. En, maar ja, er is wel wat speling in de planning. Dus zij gaan het gelukkig wel redden. Maar we hadden dus in dat heel veel geluk dat we in de tussentijd daar langs konden gaan. En ik heb nog even een paar fotootjes die het wat beter illustreren. Wat voor vragen er allemaal zijn. Je ziet links verschillende kleuren lijsten, detail, maar niet onbelangrijk. Rechtsboven, dat blijkt een archiefstuk in een ingebonden te zijn in een perkamenten band die gewoon heel erg stijf en stug is. Dus ja, daar moet dan toch een oplossing voor komen. Zowel dat die gewoon zo open blijft, als dat je dus extra ruimte in je vitrine nodig hebt. Dus nou ja, dat zijn even een paar voorbeeldjes en even ter illustratie. En hier is nog een ander voorbeeld. Dit is dan, moet ik even spieken hoor. Dit is de wet van de afschaffing van de slavernij in Nederlands-Indië. Maar je ziet dat gekke flapje zitten. En nou, ook daar is dus heel belangrijk dat we weten wat het precies is wat wij willen gaan laten zien. En nou, gelukkig kiezen we voor de meest linkse optie. Dus dan neemt het er wat minder ruimte in dan wanneer je het helemaal uit zou vouwen. Maar goed, dat flapje dat blijft dan weer een beetje omhoog. Dus er moet er weer een Melinex bandje voor. Dat zijn allemaal dingen die je heel graag. En je kan natuurlijk op zaal ook nog wel wat doen tijdens de installatie. Maar het is heel fijn als je dit van tevoren af kunt stemmen. Dus nou ja, dat was heel erg fijn. En mijn tweede voorbeeld is wat verder weg van huis. Namelijk dat wij een aantal bruiklenen uit Sint Eustatius wilden ophalen. En dat. Nou ja, voor wie niet weet waar het ligt, Sint Eustatius is een heel klein eilandje in het Caribisch gebied.
Er zijn geen rechtstreekse vluchten naar Nederland. Dus vluchten gaan via Sint Maarten. Nou ja, het vliegverkeer lag natuurlijk ook even stil, maar gelukkig was dat weer hervat enige tijd geleden. En wij wilden deze objecten daar vandaan halen. Links zie je een scherf, rechts een kapmes. En in het midden, dat is eigenlijk de reden waarom we het al eerder in huis wilden halen dan gebruikelijk, dat zijn kralen. En ja, die kralen die zijn op Sint Eustatius heel veel te vinden. Dat is een betaalmiddel dat vroeger gebruikt is om aan slaafgemaakten mee uit te betalen. En je ziet op deze foto zie je 60 kralen, maar hebben we er 960 in bruikleen van een particulier. En de bedoeling is dat we daar een hele grote installatie mee gaan maken. Dus dat die kralen allemaal aan individuele draadjes vanuit het plafond zo komen te hangen. En nou ja, dat vragen wat voorbereidingstijd. Dus we hadden ze eigenlijk half november al nodig in huis. Maar waren het niet dat een andere bruikleengever, de bruikleengever van het MES, die verbleef in Nederland en die kon niet terug naar Sint Eustatius, omdat hij dan in quarantaine zou moeten. Dus dat wilde hij graag voorkomen. Tenminste, hij moest eigenlijk van de overheid daar in hotelquarantaine, maar hij wilde dat heel graag thuis. En precies op de valreep kon hij toch terug naar Sint Eustatius om het MES aan de transporteur te overhandigen. En konden we toch een gecombineerd transport regelen. Dat was gewoon heel erg fijn voor ons. En nou ja, zodoende hebben we sinds 2 weken nu de kralen in huis. Die kralen die zijn door de archeologische dienst ooit geïnventariseerd. En die hebben allemaal eigen nummers gekregen. En nou, wij willen die nummers heel graag natuurlijk handhaven. Dus in de voorbereiding hebben we, voordat het transport aankwam, hebben we schuimlagen voorbereid met vakjes. Dus eigenlijk dezelfde layout als de afbeelding die je net zag. En zijn we die kralen gaan sorteren. Dus dat waren 960 kralen die nu in individuele vakjes opgeborgen zijn. Ze kwamen aan kettingen waarbij het eerste nummer en het laatste nummer uit elke reeks aangegeven waren per ketting. En zo konden we dus goed vaststellen welke serie het allemaal betrof. En ja, zo zijn we druk geweest om de kraaltjes te sorteren. En nu is het aan de restauratoren om daar verder mee aan de slag te gaan, om ophangsysteempjes aan te bevestigen. En zijn we nog verder aan het systeem aan het uitdenken om de nummering straks ook te kunnen hanteren tijdens de installatie. Dus het is nogal een bewerkelijk proces, maar heel erg fijn dat we ze in huis hebben. Je ziet hier het resultaat. Dus we hebben 8 archiefdozen met elk 2 lagen van 60 kralen, dus 120 kralen per doos. En nou ja, ook daar eigenlijk dus een heel groot geluk dat het allemaal door kon gaan en dat we ze in huis hebben. En nou, dat waren eigenlijk de voorbeelden die ik met jullie wilde delen. Dank jullie wel. En ik hoop dat jullie allemaal in de gelegenheid zijn straks om de tentoonstelling te komen bezoeken. Nou, dat waren nog wel wat dingen van corona die net. Dat is leuk om te horen. Dankjewel, Annette. Dan wil ik graag nu het woord geven. Je bent heel zacht, Hanneke. Kun je misschien iets het volume op? Werkt het al wat beter als ik dichterbij zit? Nou, het is nog wel vrij zacht. Ik weet niet of dat voor anderen ook zo klinkt. Of het ligt aan mij. Maar misschien als ze in de chat even appen of het zacht is. Ja, zacht. Ja. Misschien ligt het aan mijn verbinding. Want je was net toen in voorbespreking zaten wel wat luider, dus. Ja, dat is goed. Nou, hopelijk gaat dit helpen.
Carola zegt, een beetje technische problemen horen bij de tijd. Ja, dat is zeker waar. Anders hadden we gewoon misschien bij elkaar gezeten in plaats van dit. Nou, eens kijken of je beter werkt nu. Ja, dit klinkt een stuk beter. Kijk, dan heeft gewoon mijn laptop had besloten om even niet meer mee te doen. Ik denk het. Goed, poging 2. Fijn dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Hanneke. Ik ben projectleider van de reizende tentoonstellingen en gewone tentoonstellingen in het Rijksmuseum van Oudheden. We zijn met z'n vijven hier en collega Robert Ritter, onze registrar, samen met Heikki Pouts. Die heeft gevraagd, goh, wil jij misschien iets vertellen over onze Japan tentoonstelling? En ik dacht, het is een anekdote, dus ik heb geen presentatie, maar dat geeft niet. En ik denk dat ik eerst even wat context geef, omdat misschien niet iedereen weet dat we op dit moment een reizende tentoonstelling in Japan hebben staan. Veel dingen die Evi liet zien, ook in het filmpje, hebben wij allemaal, ja, hebben we eigenlijk precies hetzelfde. Er staan op dit moment 240 voorwerpen ongeveer van ons in Japan. En wij waren in maart eigenlijk klaar met helemaal de inpak. We stonden klaar om alles te transporteren naar Japan. En toen kwam natuurlijk corona. En toen werden helaas de eerste twee venues afgezegd. Het is een grote tour in Japan van 8 venues over de komende 2 jaar. In samenwerking met de Tokyo Shimbun. Daar hebben we al eerder mee samengewerkt. En ja, daar sta je dan met al je kisten. Dus die hebben we in de opslag moeten zetten. En uiteindelijk kwam het blije nieuws vanuit Japan dat we in september, dat de locatie Nagoya, het Aichi Prefectural Museum of Art, toch open kon gaan. En dat we daar onze spullen naartoe konden sturen. Maar ja, hoe ga je dat dan weer doen? Want de koeriers, dat was natuurlijk heel erg onzeker. Wel, geen koeriers, alles was al ingepakt. Dus je kan ook niet echt meer andere dingen eruit halen. En uiteindelijk met veel overleg, ook met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die natuurlijk officieel bij ons, omdat we een Rijkscollectie hebben, beheerder is van de collectie. Daar hebben we mee overgelegd, met de verzekeraar hebben we overlegd, met elkaar. En uiteindelijk hebben we besloten, vanwege een aantal redenen, om allemaal door te laten gaan. Je hebt natuurlijk contractueel en financieel je redenen, maar je gunt ook je collega's heel erg in Nagoya. Dat museum had er gewoon op gerekend, dus je wil ze heel graag een mooie tentoonstelling bezorgen. En we hadden eigenlijk geluk, omdat we al in 2011 een tentoonstelling in Japan hebben laten reizen. En in 2011 was dat Fascinating Mummies. Die ging naar 4 locaties en daar was een team van Yamato die de tentoonstelling hielp opbouwen met onze koeriers erbij. En de mensen die bij Yamato werken zijn gelukkig redelijk baanvast. En diezelfde mensen, een aantal van diezelfde mensen konden we weer opvragen, want de Tokyo Shimbun had weer Yamato, wat gewoon een heel groot kunst- en transportinstallatiebedrijf is. De Hiskia en Crown van Japan. Yamato kon gewoon nog een paar mensen van dat oude team voor ons aan de slag zetten. En ze hadden nog een paar andere mensen die toevallig ook net een bruikleen van ons voor een andere tentoonstelling hadden geïnstalleerd. Konden ze ook in dat team plaatsen. Dus dan heb je al een team wat je in ieder geval kent. Het was een locatie waar we al eerder een tentoonstelling hadden gehad. Dus dat gaf allemaal wel genoeg vertrouwen om te zeggen, oké, als er geen koerier kan gaan, dan doen we het digitaal en dan laten we gewoon alles digitaal. Begeleiden we alles digitaal. Want een koerier had wel kunnen gaan, maar moest dan 2 weken in quarantaine in een hotel aangewezen door de Japanse douane. Dus dat zijn in Japan, is de ervaring meestal kamertjes van 2x3 en doorgaans geen raam. En je mocht ook niet naar buiten. Dus als je pech hebt, of een raam wat niet open kan, als je pech hebt, zou je 2 weken lang gewoon niet meer de buitenlucht zien. En dat vonden we hier, vond het managementteam en de directeur toch dat dat niet verantwoord was. Dus hebben we besloten, dat gaat echt niet. En wat wel aardig is dat de objecten heel makkelijk te verzekeren waren. De verzekeraar verblikte of verbloosde eigenlijk niet en zei, nee, natuurlijk geen probleem. Maar de koeriers, die zijn wel heel moeilijk te verzekeren. Dus het was ook nog een verzekeringstechnisch gezien, konden we ook gewoon eigenlijk, je kon niet met goed fatsoen koeriers sturen. Dus dat werd digitaal installeren. Heel raar, want dan zit je met z'n allen om 7 uur 's ochtends in de vergaderzaal op een groot scherm. Maar het is gelukkig Japan en die zijn op alles voorbereid en hebben goede techniek. Dus we hadden 2 vaste camera's, waarvan eentje op de kist gericht was. 1 camera was dan op de tafel gericht waar de conditierapporten werden, of de conditie werd gecheckt. En we hadden iemand die met een camera rondliep
om te laten zien wat er allemaal gebeurde. En er was soms zelfs een vierde camera om te laten zien wat er in een andere zaal gebeurde. Dus dat was ontzettend netjes en dat werkte wonderwel goed. We hebben wel geleerd, je moet niet met te veel mensen inbellen, want op een gegeven moment worden je schermpjes gewoon te klein. Dus gelukkig was hier de vergaderzaal beschikbaar en konden we daar met 3 man zitten. En we hebben ook een tolk Japans-Nederlands ingehuurd. Omdat dat toch beter alle aanwijzingen, dat je die toch beter over kan brengen. Daarnaast hadden we als voorbereidingen natuurlijk nog een groot installatieboek gemaakt. Dat lag al klaar om gewoon helemaal uitleg te geven, foto's van steuntjes, uitleg met hoe alles geïnstalleerd moest worden, waar je mee uit moest kijken. We hebben voor een aantal objecten gezegd, laat maar even zitten, laat toch maar ingepakt. Het museum vond dat zelf eigenlijk ook niet zo erg, omdat ze meer ruimte nodig hadden voor die coronamaatregelen die ook in Japan gelden. Dus dat was een geluk bij een ongeluk. En we hebben een paar mooie filmpjes gemaakt van bijvoorbeeld hoe haal je nou een lade uit een van onze grote ladekisten waar de objecten in zat. Een filmpje met zo hoort het wel en zo hoort het niet. Want je trekt heel snel een lader, als je die eruit trekt en je vergeet even dat zwaartepunt achterin zit, ja dan gaat die kiepen en dat wil je natuurlijk niet. We hadden daarnaast ook, omdat de opbouw- en afbouwtijden heel kort zijn in Japan, tussen alle venues in, hadden we heel veel voor geïnstalleerd. En dat scheelde ontzettend veel nu met die uitpak en installatie. Dus dat gaf uiteindelijk allemaal genoeg vertrouwen. Wat ik zelf, wat ik in het begin heel erg miste, is dat contact met je Japanse collega's. Dat directe contact wat je normaal op zaal hebt. Gewoon even de praatjes met, goh, hoe gaat het met jou? En, oh, wat leuk. En wat heb je nou gestudeerd? En hoe kom je hier in dit museum terecht? Maar we merkten dat na die eerste dag, waarbij iedereen toch een beetje zenuwachtig was en het was allemaal spannend en de verbinding liep eerst niet zo goed, toen opeens bij dag 2 en 3, toen kwamen er toch die verhalen ook nog op de achtergrond. Bijvoorbeeld terwijl er een kist werd opengeschroefd, je zit met z'n allen te kijken, maar dan kan je toch eventjes van die kleine persoonlijke dingen zeggen. Dus we hebben ook wel hier en daar echt zo'n moment gehad dat je met het hele team heel hard aan het lachen bent over, bijvoorbeeld onze Japanse tolk was aan het uitleggen dat in Japan het heel belangrijk, bloedgroepen heel belangrijk zijn. Net zoals hier voor sommige mensen horoscopen heel belangrijk is en je sterrenbeeld, zijn het daar bloedgroepen. Dus ik zei op een gegeven moment tegen hem van, nou zeg maar even dat we het daarover hebben. En dan hoor je opeens vanuit Japan heel hard gelach op de camera. Dus dat gaf toch gelukkig het blije gevoel wat je normaal altijd hebt met een tentoonstelling installeren met z'n allen. En ondertussen, het is heel fijn dat hij daar geweest is, want ze hebben in Japan ongeveer 2.000-3.000 bezoekers per dag gehad. Het is ook een grote ruimte, 1500 vierkante meter, en het is daar de maatregelen tegen corona zijn iets minder streng. Dus ze hebben echt een goede tentoonstelling gehad. En we beginnen volgende week, dat vinden we eigenlijk allemaal nog veel spannender, met het digitaal inpakken. Zodat het naar de volgende venue kan, in Shizuoka. En ja, dan zitten we weer een week lang van 6 uur. Tot 10 uur 's ochtends achter de camera. Dan eventjes een dagje transport en dan mogen we weer een week. Dus En ondertussen, in de eerste tour hebben wij, en dan sluit ik af. In de eerste tour hebben we een aardbeving gehad, de tsunami. We hebben de nucleaire meltdown, stond ook nog onze tentoonstelling in Japan. En de dreiging van een overstroming door een tyfoon. En ik moet zeggen dat dus nu corona is een nieuwe die ik in Japan, een pandemie had ik nog nooit eerder gehad. Dus die komt erbij op het lijstje. En dat was wat ik ongeveer wilde zeggen. Dank jullie wel. Jij ook, bedankt Hanneke. En het klinkt wel spannend inderdaad met al die rampen die er zouden kunnen gebeuren daar. Japan is altijd verrassend. Inderdaad. De vulkaanuitbarsting hebben we nog niet gehad. En die hoef ik ook niet. Nee, van niet. Ja. Zijn er nog vragen, Fee? Alleen of de objecten de hele reis blijven ingepakt, zodat ze wel in de volgende venue ook te zien zijn? De paar objecten die we nu ingepakt hebben gelaten, die willen we echt alleen uitpakken als wij erbij zijn. Er zit bijvoorbeeld een grote stelle bij die in het vliegtuig, omdat je die 1,60 meter maximale ruimte hebt voor sommige vrachtvliegtuigen, die moest gekanteld worden. En we willen er toch echt even bij zijn als die weer teruggezet rechtop wordt, die kist. Want dat is gewoon
ja, dat is 500-600 kilo. Daar willen we even bij kunnen roepen van, joh, kijk uit, banden zus, banden zo. En er is één fragiele mummiekist waarvan we zeiden, ja, daar willen we toch ook even bij zijn als die neergezet wordt. Dus ja, dat soort objecten worden gewoon, die zitten nog ingepakt en die staan in het depot per museum. Ja. En je verwacht dus wel daar op een gegeven moment naartoe te kunnen gaan? We hopen daar op een gegeven moment naartoe te kunnen gaan. Ja, weet je, het was toen we moesten beslissen om alles te sturen, was het zo ontzettend onzeker, wel niet. En het staat nog tot februari, waarschijnlijk nog langer. In eerste instantie zou het tot februari 2022 staan. Maar we denken dat dat die twee venues die hebben moeten cancelen, dat die nog achteraan sluiten. Dat hopen we in ieder geval. En dan zou het tot, nou ja, zomer 2022 staan. En ja, tegen die tijd zou ik toch wel heel graag een koerier er naartoe hebben gehad. Ja, is het ook, kan het bezwaar geven als het zo lang ingepakt blijft? Nou, ik denk dat we dan even moeten overleggen. Er zitten loggertjes in de kisten. Dus we weten hoe het klimaat is. We weten dat ze goed in het depot staan. Maar dan moeten we wel echt gaan overleggen. Willen we dat ze even tussentijds geopend en gecontroleerd worden of niet? Dus dat is, ja, dat is iets wat we bij, ik denk na de volgende venue, daar gaan we nu, zijn we nu al wel aan, over aan het nadenken van hoe gaan we dat doen. Maar dat wordt echt pas na de volgende venue dat we daar, dan, weet je, voorjaar hopen we alweer wat meer te weten. Oh. Ja. Spannend, zegt de Roeke. Ja, zeker. Ja. Elke dag een verrassing. Zoals bij jullie allemaal, volgens mij. Dus, zeker. Ja. Maar luxe problemen vergeleken met Iris, dus hoor je niet klaar. Ja, graag gedaan. Ik wil dan nu het woord geven aan Sander. Ja, moet ik hem even van... Jullie kunnen me horen? Ja, we horen je. Ja, oh, oké, super. Ja, dankjewel. Ik heb afgelopen jaar samen in overleg met een aantal collega's gewerkt aan een nieuwe website van de NNG. De vorige website die was eigenlijk al best wel redelijk verouderd. En had ook problemen met het bijwerken. Eigenlijk achter de schermen konden daar dingen niet heel goed meer gewijzigd worden. Dus dat was lastig. Ja, dus hebben we eigenlijk gekeken van wat kunnen we doen om daar een nieuwe website voor te maken. En toen heb ik heel dapper gezegd van dat ga ik wel even doen. Ik had een cursusje gehad, website bouwen. Ik denk, nou, nah, dat kan ik wel. Maar dat bleek toch wel een beetje tegen te vallen als je daar helemaal geen ervaring mee hebt. Dan moet je toch wel even kijken, of weinig ervaring, dan moet je toch wel even kijken van hoe zit het ook alweer. En hoe willen we het er dan uit hebben zien. En kan ik dat dan ook zoals we dat bedacht hebben. En, maar dat ging eigenlijk, nou ja, redelijk goed. Het heeft wel wat langer geduurd. Door corona denk je dan van, nou, dan hebben we ook heel veel tijd om dat te gaan doen. Maar dat blijkt dan in de praktijk ook weer een beetje tegen te vallen. Want dan komen er toch weer heel veel andere projecten waar juist corona zich voor leent om heel veel achterstallig werk ook nog weg te krijgen. En dan blijft dat toch weer liggen. Dus het heeft al met al best een tijdje geduurd, maar het is eindelijk zover. Er is nu een nieuwe website en ik denk dat de mensen die al gekeken hebben op de www.registersgroep.nl, die hebben dat in de afgelopen tijd al gezien, dat er tussendoor wat dingen veranderd zijn. En die hebben ook al een keer een testversie van de website voorbij kunnen zien komen. En nu dan een website die min of meer is zoals die moet zijn. Het blijft wel een beetje work in progress, dus het is altijd een beetje kijken van, ja, is dit nu zoals we het willen? En met name werkt het zoals we willen dat het werkt? En ik denk dat daarvoor het ook wel belangrijk is dat de mensen die dat willen, die dingen tegenkomen, dat die ook gewoon gemeld worden als je daar ideeën bij hebt. Het blijft natuurlijk toch altijd bewerkelijk zoiets. Dus, maar we hebben geprobeerd om zo goed mogelijk alles te integreren wat we bij de vorige website hadden, plus nog een beetje extra. Een nieuwe website is geen nieuwe website zonder dat je hem kan zien. Dus, maar ik pak hem er nu gewoon even bij. Dan kunnen we heel even kijken wat er in de grote lijnen veranderd is. En dan hoor ik wel als er vragen over zijn, dan kunnen die aan het eind. Dat is misschien het makkelijkst. Ga ik even mijn scherm delen. Even zien. Kijken. Kleiner maken. Het ging net heel goed. Maar nu wilde hij het nog niet. Ja, nu komt hij.
Oké, okay, als het gaat om energie. Even zien, wat je hier ziet is de voorpagina van de nieuwe website. Het ziet er iets anders uit, maar heeft in principe wel gewoon dezelfde functionaliteit als de oude website. We hebben voor alle afbeeldingen die je ziet geprobeerd om zoveel mogelijk eigen werk te gebruiken. Maar als er nog web, dit is bijvoorbeeld de Kunsthal in Rotterdam, dus er staan wel wat afbeeldingen van andere websites tussen. Als mensen daar afbeeldingen tussen zien staan van ze denken, hey, die is van mij en daar wil ik dat daar graag een naamsvermelding bij komt, dan moet je het even laten weten. Maar goed, het grootste deel is eigen materiaal en we hebben ook zoveel mogelijk foto's gebruikt waarbij mensen niet herkenbaar in beeld zijn. Ook de grote transporteurs in Nederland, dus Hiskia, Kortman, allemaal wel ergens in beeld te laten komen. Ik denk dat de belangrijkste veranderingen voor de website in ieder geval de nieuwspagina zijn. De nieuwspagina die staat dus op de hoofdpagina, zie je de berichten voorbij komen. Maar als je het aanklikt, zie je hier ook de verschillende berichten. En die kun je dan weer aanklikken en dan is erbij gekomen dat je er ook op kan reageren. Dat hebben we nog niet getest, dus dat moet nog. Maar in principe zou iedereen hier moeten kunnen reageren op de website. En die reacties moeten wel gemodereerd worden. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar dat is in ieder geval wel een mogelijkheid die we willen bieden om ook naast de LinkedIn-groep ook hier een mogelijkheid te geven om te reageren op berichten die geplaatst worden, nieuwsberichten. Leuk om gewoon sowieso leuke reacties te delen, maar ook misschien aanvullingen te geven op een nieuwsbericht of extra informatie toe te voegen. Die mogelijkheid, die willen we graag dat die er is en die zal dan onder de berichten hier zo zijn. Daarnaast vind je nog steeds de agenda terug. Het Engelse deel van de pagina is er nog steeds een contactformulier. Maar een andere belangrijke toevoeging is het kopje lid worden. We zijn natuurlijk geen vereniging met echte leden als in een betalend ledenbestand. Maar we hebben wel gemerkt dat als je evenementen organiseert, dat je op dit moment door de privacywetgeving niet zomaar mensen berichten kan gaan sturen. Je mag geen mailadressen opslaan zonder toestemming. En je mag dus niet zomaar iedereen mailing sturen van nou, we hebben weer een bijeenkomst. En er zit wel behoefte bij mensen om dat op zo'n lijst te komen en ook gewoon die dingen in je mailbox te krijgen. Daarvoor is die pagina lid worden. Dus ik raad ook aan iedereen die dat graag wil, die op de hoogte wil blijven, aan om dat gewoon in te vullen. En je gegevens in te vullen en hier aan te geven van nou ja, ik wil graag lid worden van de mailinglist van de Nederlands Registers Groep. Dan weten wij dat we je mogen mailen voor Nederlands Registers Groep zaken. Zoals gezegd, het is wel van belang ook dat die nieuwsberichten en ook hier dat lid worden, dat wordt allemaal geregeld door het bestuur van de NRG. Dus dat doen Carola, Steenbergen, Liesbeth, Schotsman en ik houden dat in de gaten. Wij zijn nu degene die dat ook achter de schermen doen. Maar er is nog wel de wens om nog één of twee mensen toe te kunnen voegen. Sowieso mag iedereen die een nieuwsberichtje heeft wat op de website kan, die een interessant of een leuk ding heeft, met een mooie afbeelding erbij, stuur dat gewoon op via het contactformulier of rechtstreeks naar iemand van het bestuur. Dan kunnen we dat er gewoon opzetten onder nieuwsberichten. Maar daarnaast is het ook zo dat dat we eigenlijk nog wel één of twee mensen kunnen gebruiken die zeg maar het leuk vinden om te kijken naar nieuwsberichten of reacties op nieuwsberichten, om dat te modereren. Dus te kijken van, is dit een bericht van, is dit spam? Dus komt het binnen van een, is het gewoon reclame wat geplaatst wordt? Dat is natuurlijk altijd het risico bij dit soort dingen. Of is het een reactie die we op onze website willen laten zien? Dus om daarna te kijken en daar toestemming voor te geven en ook die nieuwsberichten die binnenkomen op onze website te krijgen. Dat is op zich allemaal niet heel ingewikkeld. Maar als je dat leuk vindt, dan meld je vooral aan. Want dan kan ik een keer een moment inplannen om dat even uit te leggen van hoe dat achter de schermen kan. Blijft de website up-to-date. Hebben we straks een mooi ledenbestand, de zaakjes. En hebben we gewoon een website die actueel blijft en die alle informatie laat zien die wij als registers kunnen gebruiken en die we graag met elkaar willen delen. Dus bij deze uitnodiging om te gaan gebruiken, ga er naar kijken. En als je feedback hebt of nu vragen, dat mag ook, dan kom maar door.
Ziet er goed uit, Sander. Ik weet niet of er nog vragen zijn, Vee, nu in de chat. Nee, alleen dat het er mooi uitziet en wat een werk erin zit. Ja, dat valt altijd toch weer tegen als je ermee aan de gang gaat. Je denkt van, oh ja, dat eventjes toevoegen of we passen dat nog even aan. En dan uiteindelijk ben je er zo weer een half dag mee aan de gang. En dan, nou ja, goed. Maar ja, het is wel fijn dat het gelukt is. Dat is wat dan uiteindelijk wel een soort van resultaat is. Dat is wel goed. En nog een compliment dat het er functioneel en dat het er goed uitziet. Super, fijn. Bedankt voor het laten zien, Sander. Yes. Nou ja, nu hebben we natuurlijk meer dan een half jaar allemaal teamsmeetingen gehad op deze manier. En eigenlijk was deze dag, deze teamsmeeting voor anekdotes. Dus misschien is er nog iemand die heeft zo een beetje spontaan reactie of nog iets wil vragen. Dus ja, is dat misschien zo? Ja, ik zou wel wat willen zeggen. Mag dat? Ja, zeker, Bobke. Nou ja, deze bijeenkomst, wat ik eigenlijk wilde zeggen was, ik wil eigenlijk jullie allemaal bedanken voor de afgelopen maanden. Dat jullie gewoon zo gezellig hebben meegedaan. En dat we elkaar op deze manier kunnen informeren. Waar we voor corona elkaar, nou ja, hopelijk 2 keer per jaar zagen, zien we elkaar nu elke maand of zo. En nou ja, het ontstond eigenlijk door doordat ik had zelf helemaal aan het begin wat behoefte om wat collega's te zien. En dan vooral ook collega's, niet alleen maar binnen de organisatie, maar juist ook daarbuiten om te horen hoe iedereen het nu deed in zijn eigen museum. En toen had ik informeel wat mensen bij elkaar gevraagd van, goh, zullen we eens bijpraten? En toen ontstond er in dat verband heel enthousiast, riep een aantal mensen van, wat leuk, kunnen we dit niet vaker doen? En toen zijn wij met een groepje mensen naar de NRG gestapt en hebben gezegd, we zouden dit heel graag willen doen. En eigenlijk was iedereen enthousiast en moet je kijken wat er nu van gekomen is. Dus ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen dat, ook al brengt corona vele bijzondere en gekke dingen met zich mee en is het niet altijd makkelijk. Ik vind dit wel echt een mooie toevoeging. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie enthousiaste deelname elke keer. Dat was het. Nou, dan sluit ik me helemaal bij aan, Bobke. Dus ik zie hier en daar nog wel wat reacties, vooral even ook op jou, Bobke. En dat er heel veel mensen zich al aanmelden via de website. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Dus ik weet niet of er verder nog mensen zijn die wat willen zeggen. Ja, ik krijg gewoon allemaal leuke reacties via de chat. Met blije duimpjes en dingen. Dus het is inmiddels ook alweer 5 uur. Dus ik wil bij deze afsluiten voor 2020. En we hebben eigenlijk al een beetje een programmaatje voor volgend jaar, voor het eerste half jaar. Maar daar kunnen we zeker nog in switchen. En als er nog prangende onderwerpen zijn, hoop ik dat jullie die massaal gaan aanmelden op onze nieuwe website bijvoorbeeld. Of via LinkedIn kan uiteraard ook nog steeds. We doen het natuurlijk niet alleen. We willen graag jullie input. Dus bij deze sluit ik deze Teams meeting af. En fijne kerstdagen en zo. Misschien een beetje vroeg. En hopelijk zien we jullie volgend jaar allemaal.